Clemens, ik hoor dat je 5 jaar bestaat. Ja. Op welke manier hebben jullie daar aandacht aan geschonken? Dat hebben we op de Brabantse manier gedaan, ondanks dat we in Limburg gevestigd zijn. Mm-hmm. We hebben een feestavond gegeven aan alle klanten. En daar hebben we nu nog zeg maar, klanten aan overgehaald. Oké, dus weer nieuwe klanten? Ja, dan krijg je zeg maar, dat je eigen klanten klanten gaan sturen. Dat is eigenlijk het beste wat je kunt hebben, want dat hoef je niet te adverteren. En is dat ook voor jullie iets voor de toekomst? Nou, af en toe een feestje geven is wel iets voor de toekomst, maar dat doen we weer als we 10 jaar bestaan. Wat vind je het allerbelangrijkste om voor je klanten te doen? Ik hou er erg van als mensen doen wat ze zeggen. Dus ik probeer ook als ik iets afspreek om dat 100% na te komen. Hoe zorg jij dat je afspraken nakomt? Door hele korte lijnen te houden. We hebben geen nummers, maar mensen die klant zijn, zullen we maar zeggen. En als mensen weer op ons op bezoek zijn, probeer ik goed te luisteren. En iets vaker misschien te bellen van wat vindt u of wat wilt u. Als zomaar klakkeloos afwerken en s'avonds kijken wat er op de rekening staat. Dus het overleg heel erg met die klant zelf. Ja. De helft van de problemen in een autobedrijf is dat mensen het niet begrijpen. Omdat ze ook dingen over hebben waar ze geen verstand van hebben. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Dus dan een telefoontje meer is essentieel. En leg je dan ook echt uit aan de klant met factuur erbij van dit heb ik gedaan. En dat... Ja, aan het einde van de dag, als het allemaal klaar is, dan leg je eruit. Maar dat is in principe... Heb je dan 1 of 2 keer al contact gehad, dus dan is het makkelijker uit te leggen. Ja. Dan is het niet meer zo'n moeilijk verhaal. Een technisch woorden heeft geen zin, dus je moet een beetje Jip en Janneke taal gebruiken. Oké, dus Jip en Janneke taal voor de klant, ja. Zodat ook zij begrijpen ja, niet te moeilijk maken. Met de auto. En, ja.